deze week voorbij liep aan het Mediapark, zag ik dat het helemaal leeg was. Alleen Gerard Joling die was er. Maar even verderop zag ik allerlei BN'ers in de bosjes snuffelen. Geen idee wat er aan de hand was, maar gelukkig zijn er opnames van. Het Mediacafé. Het was een zonnige paasdag op het Mediapark. En het Mediacafé van Gerard Joling was deze week de thuishaven voor een bijzonder project. Oké, jongens, nou superleuk dat jullie er allemaal zijn voor de jaarlijkse paasjacht. Op het hele Mediapark liggen grote roze eieren verstopt. En jullie moeten ze gaan zoeken. Elke keer als je een ei hebt gevonden, kom je hem weer terugbrengen. Nou jongens, 3, 2, 1, starten maar! Oh, wat leuk dat iedereen meedoet! Ja, echt waar. Maar wie zie ik daar nou stilstaan, Gerard? Oh, Mark-Marie, lieve schat, er is Peter. Peter de Vries. Nou, ik heb van anonieme bronnen begrepen dat er bij de radiostudio's een roze ei ligt. Maar ik wil niet dat ik door iemand word achtervolgd. Ik ben door jarenlange ervaring met politie en justitie behoorlijk achterdochtig geworden. Maar nu iedereen weg is, kan ik beginnen met het onderzoeken van de heer Pelen. Ja. Wauw. Weekenddieren. Weekdieren. Giel hier. En ja, ik moet zeggen, ja, een ei, ja, waarom niet, weet je wel. En ja, en het is gewoon, ja. Ja, je komt voor een ei. Nou, hier kun je het hebben in je gezicht. Ja, dat is godsamme even een dingetje. Daar mag een bel voor klinken. Godsamme, ja, holy hell, live. Aan de andere kant van het Mediapark is ook Freek Vonk aan het zoeken. Wauw, moet je kijken. Daar in de bosjes ligt een fascinerend tyfusgroot ei. Ik ga er heel langzaam op af. Het is een wild ei in de natuur. Een heel groot, roze, vlezig ei. Het ziet er heel gevaarlijk uit. Ik ga het heel voorzichtig aanraken. Je weet nooit hoe de eieren kunnen reageren. Oké, dan ga ik. Ik ben met mijn vingertoppen bijna bij het ei. Ja. Oh nee, dit is geen ei. Dit is het hoofd van Paul de Leeuw. Vlieg voor mij in de regenboog. Geef een applaus. Jeroen Boe. Niels van der Laan. Jeroen van Duinenkamp. En ik weet die altijd die vierde naam niet meer. De quiz. Freek Vonk mag je dan misschien geen hebben gevonden. Een aantal andere BN'ers was wel succesvol. Bij Radio 1 lag er één onder de tafel. Buiten is het 24 graden. Binnen ligt een roze ei. In dit inspreekhokje is het 48 graden. Ik ga kapot van de hitte. Help. Hallo. De deur zit op slot van alle kanten. Hallo, Radio 1. Heel warm. Ja, lieve schatten, stom om het zoeken. De tijd is om. De eieren zijn gevonden. Oh, nou, Gerard, ik kan er helemaal geen een vinden. Ik moet trouwens ook nog de Passion terugkijken, dus ik ga naar huis ook. Vind jij dan wel eigenlijk de Passion, Gerard? Ja, Mark-Marie Schaart, absoluut. Als ik zo'n groot kruis had, ging ik er ook graag mee op tv. En zo werd het nog een zalige middag in het Mediacafé. Tot de volgende keer. Het Mediacafé. Hallo. Is daar iemand? Op 3FM. Calvin Harris.